Wat, hè? Is het 1 tegen 1 nog? Jongens, dit wordt mijn kans. Dit wordt mijn kans. Don't you know I'm loco? Loco. Yes, what up al mijn strijders en strijderinnen, mijn neef en mijn nicht. Het is je boy QC en welkom alweer bij een nieuwe Fortnite video. Maar jongens, voordat ik deze video ga beginnen, wil ik jullie even zeggen, 6 uur heel goed in de gaten te houden. Zoals jullie al zien, is deze video om 3 uur 's middags online gekomen. Dat is niet zomaar. Om 6 uur heb ik een hele leuke verrassing voor de supporters. Een verrassing die de meesten niet zouden gaan zien aankomen. Maar toch komt hij eraan. Dus hou 6 uur in de gaten en laat me weten wat jullie ervan vinden, man. Ik hou van jullie en geniet van de video. Ska! Oké, daar vliegen we door de lucht op weg naar mijn eerste solo victory. En ik voel het, jongens. Ik voel dat ik hem ga pakken. Oké, ik weet eerlijk gezegd niet waar ik nu naartoe ga. Ja, we gaan. Nou, naar Greasy Grove. Even kijken of ik het ga halen. Ja, oh jongens. Ik moet gewoon het park weer binnenlopen. Ze zijn hier al geland. Hopelijk ligt hier een leuke wapen. Oh, wauw. Oh, de score. Een basisscore, papa. Oké, laat me gelijk een beetje gaan. Laat me gelijk eventjes een beetje farm pakken. Ja, toch wel die battle straks. De laatste tijd ben ik echt, als ik ga vechten, gebruik ik veel van dat soort dingen. Ik zal net toch iemand springen, of ben ik nou gek? Die kan ik ook in de gaten houden. Eigenlijk nog wel een goede dingen vinden, een goede shotty. Ik vertrouw dit niet, man. Die crossover van twee kanten. Alsjeblieft, geef me een shotty. Yes, shotty, man. Oh, lekker, papa. Lekker, man. Er zijn nog mensen geweest. Maar we kunnen wel het dakje opgaan. Nou, maar we... Kutzooi! Teringtrap! Kom alsjeblieft onder dezelfde trap. Ja, het is niet flex, man, dit. Laat me met rust, man. Kom alsjeblieft, kom alsjeblieft. Hey! Oh, hij wordt neergeschoten. Oh shit. Dit is mijn redding om weg te gaan. Alsjeblieft, weg, 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 weg. Jongens, ik moet hier weg, maar ik heb geen leven. Waar is die teringlijn? Hebben we een launchpad gebruikt? Oh, jongens. Ja, dit is kut. Eén shot in mijn bek en ik ben klaar. Oh. Ik moet eventjes vluchten. Ik moet eventjes leven halen. Dan kom ik terug en dan kom ik je echt killen, man. Joh, ik heb toch helemaal mijn sjoggen van me. Alsjeblieft, geef dit huisje, alsjeblieft. Geef me bandage, medkit, iets. Oh, die trap heeft me kapot gemaakt. Ja, tuurlijk weer helemaal niks hier. Ah, jongens. Ik vind het echt niet flex.
alsjeblieft. Als jullie gewoon bandages, alleen bandages, man. Waarschijnlijk niet in zo'n plek als dit. Oh, bandages! Lekker, man! Oh shit, daar is iemand. Ja, ik kan ook niet meer bouwen. Ja, jij kan bouwen, hè, teringhond. Wacht tot het op de grond valt. Maar ik heb toch niks om te bouwen, man! Ik hoop dat je echt doodgaat nu, man. Je hebt echt geluk. Want ik zou boven je bouwen, ik zou heel je reet kapot maken. Oh shit, ben ik als eerste? Ja, nee joh. Er wordt een hele battle daar zo. Laat me gewoon, kissen, dacht ik al. Oh, kutwapen. Ik hou echt niet van het wapen. Nee, het is beter als niets. Lekker stilstaan, Q. Wijs niet meer naar de paarden. Ik wou zeggen paardenmarkt. Wijs niet meer naar die paarden waar we al gegaan, man. Nou, dan word ik de eerste. Oh, hunting rifle. Ik zeg je eerlijk, ik begin deze wapen steeds flexer en flexer te vinden. Zie ik nou een shotty daar? Oh, mooi. Oké, we gaan even sorteren. Deze wil ik altijd hier het liefst op hebben, maar als ik een andere wapen heb... Tering zoiets, schiet zomaar. Oh, nog een keertje. Lekker hoor. Tering, paal. Toch, ga je nog een keertje kapot. Yes! Oh, wauw! Dat was een hele mooie. Deze man moet ik ook nog nakken, man. Ik heb een beetje weinig resources, man. Nee, joh! Shit, ik ben echt de lul. Hopelijk gaat hij hem zien. Alsjeblieft, kom niet op mij. Spring die nou daarop? Oh, laat hem even stilstaan, laat hem even stilstaan. Shit! Jongens, ik ben de lul! Hey! Ik had hem bijna, man. Hij is gefocust op die andere. Weet je wat ik ga doen? Teringleier! Tief toch op, man! Ik heb toch niks? Nee! Shit! Oh jongens, jongens, jongens. Ja, de volle leven. Ik had weinig leven. Ik word helemaal gek hiervan, jongens. Oh, waarom, waarom, man, bro? Waarom? Weet je wat zo kut hier aan is? Ik ga gewoon lekker Fortnite spelen. Denk, yes, lekker. Hè, spelletje spelen. Lekker ontspannen. Lekker spelen, Q. Opnemen. Leuk. En uiteindelijk zit ik hier met fucking stress. In heel mijn fucking lichaam. Ik raak echt gestrest hiervan. Frustratie schiet uit mijn hoofd, man. Jongens, ik zeg, oh, ik ben zo gefrustreerd van binnen nu, hè. Elke keer kom ik weer resources tekort of... Ja, dan gaat het kut in het begin battle. Ik had al gelijk weg moeten rennen of weet ik veel wat. Weet je wat, ik ga gewoon weer terug naar de fucking zelfde stad.
Je hebt gewoon van die mensen die heel veel spelletjes kunnen spelen, ook al verliezen ze. Ze vermaken zich gewoon. Ik raak gewoon... Ik krijg pijn van binnen. Alsjeblieft, kom nu met z'n allen. Jullie hebben al gezien, het huis is voor mij. Bro, waar ga jij naartoe? Waar ga jij naartoe? Precies, jij gaat laag. Wat wil jij pakken? Ben je gek? Ben je helemaal gek? Laat me wel gelijk even deze innemen. Ik raak er wel eventjes gestrest ervan. Ik zeg je eerlijk, wisten jullie nog die beef met mijn neef? Over die high advantage? Nog steeds, weet je toch? Ja, daar gaf ik hem ook al gelijk. Maar het is echt zo. Het is alleen ja, hij mag wel meer communiceren nog steeds. Daar, bij die mening blijf ik. Ik zet vast de cirkel in, ik ga eventjes looten, man. Vertrouwen was achter mij. Nee, dat vertrouw ik ook niet, man. Daar komen altijd mensen over die heuvel in. Doe shotgun kogels hebben, by the way. Lekker, man. Werken als een boer, mijn jong. Ik heb ook zo'n iets, hè. Als ik zeg maar dit allemaal sla, dan moet ik ze allemaal wegslaan ook. Zodat ik weer een kogel in mijn reet krijg. Oh, ik zie iemand daar, jongens. Oh shit, die wil ik wel even schieten. Die rent wel heel ver, ja. Dat heeft echt geen zin volgens mij. Maar misschien dat we hem zo kunnen mieten. Oh, laat me laag, laat me laag. Kijk, welke kant gaat die op? Ja, hij gaat wel mijn kant op, Oh, alsjeblieft. Dat hier wat kogeltjes zijn. Oh, tactical. Ja, tactical met één kogel. Ja, beter dan niets. Ik wat ik ga doen? Bosje verstoppen. Misschien komt die zo. Wacht. Jongens. Laat me jullie even een verhaal vertellen. Er was dus een man. In een bosje. En hij bleef zitten tot iemand er aankwam. Maar toen kwam hij erachter dat niemand kwam. Dus hij bleef maar zitten, Ondertussen had hij twee kleinkinderen gekregen al erbij. En op een gegeven moment dacht hij van, weet je wat? We gaan gewoon weer. Jongens, ik moet jullie een verhaal vertellen over een man die een keertje in een bosje zat. Toen is hij daar weggegaan, maar toen kwam hij een nieuw bosje tegen. Ging niet wachten. Ondertussen had hij vier kleinkinderen. Ja, en toen bleef hij maar wachten en toen dacht hij, nee, ga maar zitten. En toen kwam hij nog een bosje. Nee. Mijn humor ofzo. Ik heb zo weinig kogels. Alsjeblieft, laat hier een kistje in zitten. Nee, natuurlijk niet. Jongens, ik had toch een ding. Shit! Kut! Ik ben mijn beurs vergeten. Ja, we gaan weer helemaal terug. Oh jongens, dit is zo'n noob actie dit. Waar waren die wapens ook alweer? Laat me net zien, kom ik terug bij die wapens, ga ik dood. Ik ga echt niet weg zonder mijn beurs, man. Ik moet iets van een AR hebben. Trouwens, dit is een normale. Nog flexen. Ben je gek? Dan kan ik nu niet tegen battelen, man. Hij
Hold you in de gaten, bro. Shit, nog 21 over. Oh, maar is dat dezelfde chick weer? Wat ga jij doen, mama? Ik ben benieuwd waar ze naartoe gaat. Die heeft wel volop zitten farmen natuurlijk. Hallo? Is iemand thuis? Oh, de. Oh, in ieder geval shot die kogels. Oh, jongens, dit huis is nog niet. Oh, dat vind ik mooi. Hier zit nog een kistje. Oh, wow. Oké, ik vraag me nu af of ik hem moet innemen, ja of nee. Of moet ik hem wachten? Wat zouden jullie doen? Weet je wat, ik ga hem innemen, man. Het kan leven of dood zijn. Ik weet niet, maar jongens, happy shotgun is niet echt mijn ding. Ik weet dat veel mensen hem mee zouden nemen. Ik moet die ding goed in de gaten houden, man. Oh nee, komt die eindstrijd daar zo? Dat meen je niet. Oké, waar is die chick? Schoot hij op mij? Nee, zeker op die chick of zo. Ik moet daar oppassen, want dat betekent dat daar. Oh jongens, ik vertrouw dit niet. Oh, daar worden ook mensen. Oh, dit 200. 32 meter. God damn it. Dat is een mooi schotje, papa. Oh, daar ligt heel veel loot. Maar ik durf er niet naartoe. Sniper. Laat me hier gewoon weg van gaan. Oh, nog 6 over, jongens. Oh. Ja, maar hier kan ik weinig mee, man. Ik wil nog naar die ene ding toe gaan, hè. Maar ik vertrouw het niet, jongens. Ik zie daar iemand. Nee. Had hij hem al gezien, joh? Oh, nog 5. Oh, ik zie al waar ze is. Waar ben je dan? Nee! Die heeft een hele grote shotgun! Of een shotgun! Oh, ik haat die raketjes! Oh, jongens! Maar wordt er niet op mij geschoten. Oh, jongens, het is zo koud en spannend.
Oh shit, mensen vechten met elkaar hier. Oh, mijn cirkel is nog goed. Als hij hier op gaat staan, dan schiet ik het koude kapot. Oh, dit komt hij op mij af. Oh nee, die gaat daarop. Ja. Oh shit. Laat maar eens weer in je hoofd zien. Nee joh. Voor mij ook tijd om te bouwen nu. Jongens, ik ga weer lekker. Oh shit. Het is wel heel spannend, boys. Oh, dit is het 1-1 nog. Jongens, dit wordt mijn kans. Dit wordt mijn kans. Oh, jongens, alsjeblieft, geef maar een stijve kill. Nee! Zo snel! Fuck off, man! Hoe dan? Ik was zo dichtbij, jongens. Oh. Jullie kunnen zeggen wat jullie willen. Ik heb het niet verkeerd gedaan. Het ging best wel goed. Maar kut! Jongens, ik baal er echt van. Ik baal er echt en echt en echt van. Ik had het gevoel van, oké, 2-2. Dit ga ik redden. Ik zag al iets, maar ik denk, ze moet nog boven dat muurtje uitkomen. Dan kan ik blazen, toch? En ik ben... Shit, man. Gewoon één headshot, gewoon klaar. Dit had mijn mes kunnen zijn, man. Oh, maar zoals jullie zien, ik kom steeds en steeds dichterbij. Eerst kwam ik niet eens voorbij nummer 8. Nu is het toch wel eindstrijd en zo. Ja, ik bouw gewoon. Ik bouw gewoon. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten ervan. Vergeet de video niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie weer de volgende, man. Ik hou van jullie later. Oh, jongens. Ik bouw zo fucking erg. Oh, man.